In de raffinaderij van Total in de Antwerpse haven is er kort na 3 uur een ontploffing geweest. Er zijn 2 doden. Al verscheidene dagen zouden er problemen geweest zijn met een klep aan een stoomturbine. Leak Repairs, een onderaannemingsbedrijf van Total, kwam ter plaatse om het lek met speciale systemen in te kapselen. Bij de explosie aan de benzinecomponent zijn de 2 doden gevallen. Dus deze namiddag omstreeks 3 uur heeft er zich een soort stoomexplosie voortgedaan op de raffinaderij, waarbij spijtig genoeg 2 werknemers van een onderaannemerfirma dodelijk zijn getroffen. Dus ik wil toch zeggen dat onze eerste gedachten gaan naar de familie van de dodelijke slachtoffers. Een deel van de installaties is stilgelegd, het alarmplan werd in werking gesteld en de hele raffinaderij ontruimd. Het ging over een stoomprobleem, dus er waren geen gevaarlijke stoffen bij betrokken. Maar het stoomsysteem hebben we ook nodig om andere eenheden te voeden. Dus alle eenheden zijn in een veilige toestand gebracht. En laten we zeggen dat de raffinaderij zelf in een veilige positie staat ondertussen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de ontploffing kwam een stoomwolk vrij die nog steeds in de eenheid hangt. Die warme wolk maakt het voorlopig moeilijk om tot bij de plaats van het ongeval te raken. Voor het milieu in de omgeving zijn er, al dus Total, geen gevolgen.